Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor Amor. En vandaag ga ik pad met Wim. Wim is terug. Wim ziet er misschien een beetje anders uit en dat heeft verschillende oorzaken. Namelijk één is dat Wim natuurlijk, of ja, voor de mensen die het niet weten zal ik daar eigenlijk mee beginnen. Ik heb mijn hele game verwijderd. Bewust, niet onbewust. Mensen dachten ook wel onbewust dat ik per ongeluk op delete had geklikt en alles weg was. Maar nee, het heb ik bewust gedaan, want ik had hem kapot gemaakt. Het begon namelijk zo. Dit EJP menu wilde ik graag, dat heb ik geïnstalleerd toen. En toen zegt hij van luister, als je dat EJP wilt gebruiken, moet je ook een nieuwere versie van het EJP menu zelf installeren. Het EJP menu is dit hè. Dus ik zei ja, doe ik wel even pik, doe ik toch. Dus ik dat doen. Vervolgens zegt het EJP menu, je kunt deze niet gebruiken, want je hebt geen DLC's erin zitten. Of je hebt bepaalde DLC's niet erin zitten. Nou, wat zijn die bepaalde DLC's? Dat zijn dingen die je krijgt bij de update. Dus dat zijn bijvoorbeeld voertuigen. Nieuwe voertuigen, maar dus ook nieuwe kleding. Want die had ik dus niet erin zitten. Daar ging het eigenlijk om. Nou, dus ik dacht, oké, dat kan ik fixen door mijn GTA te updaten. Ik mijn GTA geüpdate. Ja, dat ging fout. En toen had ik dat. De update ging niet. Toen ging de update uiteindelijk. Toen moest ik wat dingen terugslepen, zodat ik hem alsnog kon gebruiken. Heel gedoe. Ga er allemaal niet te veel op in. Maar toen crashte mijn game continu. Niet te fixen. Heel veel mensen hebben meegekeken. Toen dacht ik, ja, weet je wat? Wat mis ik nou eigenlijk? Wat heb ik nou eigenlijk nodig waardoor ik mijn game niet opnieuw ga installeren en dus een helemaal schoon opnieuw begin. Toen dacht ik eigenlijk, ja, eigenlijk is dat helemaal niks. Dus ik heb mijn hele GTA verwijderd en ik heb inmiddels een paar dagen terug alles opnieuw geïnstalleerd. Voertuigen weer teruggezet. Ja, nieuw EJP dus. LSPD van 0.4.3, die heb ik erin staan. Dat is dus wel handig. Ja, en een andere visual mod, Natural Vision Remastered of zoiets heb ik erin staan, NVR noem ik hem. Die vind ik eigenlijk wel mooi. Alleen, hij crasht redelijk vaak en ik klop me nu even af dat er nu niet gebeurt. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik LSPD van 0.4.3 heb. En alle plugins die supporten 0.4.2 nog. En dat staat ook in beeld als je opstart. De plugins zijn van 0.4.2, gebruik op je eigen risico. Dus ja, dat doe ik dan ook. Goed, genoeg gepraat. Oh ja, en wat is nou nog anders dan Wim? Ik heb Wim dus, en daar ging het eigenlijk om. Wim heb ik dus helemaal opnieuw moeten maken. Hij lijkt wat ouder, denk ik. Misschien wat dikker. En hij heeft zijn tatoeage niet meer, want die tatoeage heeft hij laten verwijderen. Dat ging heel makkelijk bij een dermatoloog. YOLO. Andere koppel weer. We hebben het beenholster nog niet. Die moeten we wel even terug doen, want die vind ik toch wel wat vetter. En voor de rest gaan we gewoon eens de straat op met deze B-klasse. Gemaakt door Anomods en Sys Games. Super vet. Ja, dus die gaan we gebruiken vandaag. We gaan voertuigcontrole doen. Voertuigcontrole waarschijnlijk weer op de manier zoals jullie hem al kenden. Ik heb stickjewiel, dus ik weet eigenlijk niet of die al werkt. Ja, de wielen blijven weer staan hoe ik ze had geïnstalleerd. Dat is mooi. We gaan voor de voertuigcontrole en daarna gaan we lekker de straat op. Tot zo. Ja, voordat ik het vergeet, want dat doen we dan ook nog maar even. Ik doe nog even het voertuig zelf laten zien. Of voordat ik vergeet, ik zal het voertuig zelf ook nog even laten zien. Twee schermpjes met daaronder een mobielefoon en daarnaast een kistje voor de, of een ja, kastje noem ik het, kistje voor het blauw en zo. Hier een spreeksleutel om te spreken als je alleen bent. Kijk, dit soort stickers en zo, dat vind ik gewoon allemaal vet. Allemaal leuke details. Mooie stoelen. Ja, gewoon mooi interieur. En er is alleen de pedaal. Maar goed, dat is allemaal kleine dingen. Hier ook achter. En kijk, zelfs een traumabeertje ligt erin. Een vest. Pionnen, een brandblusser, een tas met waarschijnlijk de kogelweer in de vesten. Afzetlint. Ja, papieren, noem maar op. Wat staat daarop? Ik kan niet lezen. Hij moet even scherp stellen. Is dat verkeerd om dat te zien? Hè? Nou, boeiend van. Ja, we hebben nog niet de Walter P99. Ik heb nog wel meer niet. Laten we daar even dat even duidelijk hebben. Ik heb nog wel meer dingen niet. En wat ik nou ga doen, ik ga ondertussen een lijstje bijhouden met dingen die ik dus nog mis. Waarvan ik denk, oh ja, die heb ik nog niet. Zoals Walter P99. We gaan zo in de straat op horen. Jullie denken echt van, oh my god, ga gewoon stop met praten. Walter P90. En ook dingen om de
deuren open te doen, want dat kon heel makkelijk met mijn toetsenbord, control en dan, ja, de controle is waarschijnlijk in zijn achteruit zetten. Maar dat is heel makkelijk, dit vergeet ik ook steeds, deuren open en dicht doen met mijn numpad, maar dat hebben we dus nu niet erin staan, dus dat zet ik er ook bij, deuren. En dan gaan we de rest van de dienst ook kijken van, ja maar, dit had je, waarschijnlijk kom ik er dan achter van, dit had ik toch altijd en waarom werkt het nu niet? En denk, oh ja, moet het nog even installeren. Dus ook voor jullie, laat even in de comments weten wat, waarvan jullie zeggen, je had toch altijd dit, waarom heb je dat nu niet meer? Zo ook, dat zag ik net dus alvast, dat ding om, dat het wapen ding rondje niet zichtbaar is. Dus dat zet ik ook even op de lijst. Wapenrondje. Ja, dan gaan we dus vandaag nu op pad met de LSPD van 0.4.3. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat ik die eigenlijk echt gebruik. En er zijn wat knoppen anders. Zo kan ik niet meer op de X drukken om heel mooi een melding in te laten spawnen. C heb ik wel nog steeds, maar nu is dat nog even een portofoon en geen telefoontje. En dit is geloof ik de knop, ja, om te zeggen van een melding bijvoorbeeld te vragen. Dus we zetten ons gewoon, wat is actions, shoulder, chest. We gaan gewoon eens denken van, vragen we meldkamer, is er nog een melding voor ons beschikbaar op dit moment? Heb ik nou erop geklikt? Zo te zien niet. Ja, dat is nu een melding. Een fietser op de snelweg. Hebben we daar toestemming voor? Ja, daar heb ik toestemming voor. Ah, hij gaat de snelweg al af. Dan ga ik weer niet de snelweg helemaal oprijden. En doe ik even sirene aan, zodat het verkeer achter mij ervan bewust is dat ik omhoog kom. Kijk, daar gaat hij. Recht boven mijn lichtbalk nu. Context menu only when your vehicle is not moving. Hoe doe ik dat ook weer? Met Q of zo. Oh, en nu crasht hij. Oh my god. Nou, daar zijn we weer. En ja, ik denk dat hij redelijk vaak gaat crashen. En waarom nou? Omdat eigenlijk, ja dat zei ik al hè, de plugins vooral zijn gemaakt voor 0.4.2 en ik gebruik al 0.4.3. Dus als dit nou echt niet meer leuk blijft om mee op te nemen, dan ga ik gewoon over op 0.4.2. Of ik wacht een beetje tot in 0.4.3 updates voor alle plugins komen. Vooral Albo heb ik nu erin staan. Ze gaan dus afwachten. Ik ga maar weer, weet je, ik moet binnenkort ook nog even instellen tot ik wat snelle meldingen krijg. Want die krijg ik nu dus echt niet snel. Sneller meldingen. Dus we gaan gewoon request the call. Nog een keertje. Nee, hij wil niet. Maar er is dus, wat ik al zei, er is geen knop meer om te zeggen van... Attention all units. Officers report a domestic disturbance. At 7611 Gomez Street, respond code 3. Dat is een prio 1, hè? Ik weet niet precies wat de melding is. Ik heb wel zo'n gevoel dat ik even sirene moet gaan uitzetten als ik in de buurt kom. En iets met huiselijk geweld in die... Maar er zijn al collega's daar. Begreep ik ook. Oké, deze knop, dat is dus het context menu. Daar heb ik alweer door. Dat is dus de G. De G is context menu. En ik denk dat je daar dus de melding een beetje kunt gaan inlezen. Oh, hier is meer aan de hand.
Attention all units, officers arrived. Oh, AT is te plaatsen hier. Met wie moet ik praten dan? Dat is het nieuws. Nou, dit is mijn chief of zo. Goeiedag vrouwke. Nope. Nope. Nee, dat wil ik allemaal niet. To open the interaction menu. Speak with subject. Wat hebben we hier aan de hand? We hebben een... Oké, nou we hebben geloof ik een melding huiselijk geweld en uiteindelijk is er overgegaan op een gijzeling. Er is in ieder geval één gijzel gegijzeld, gegijzelde gegijzelaar, noem maar op. Oh my god, ik geef gewoon de mogelijkheid om te praten. Kan ik niet met je praten ofzo? Ja, wat moet je nou allemaal? Kan gewoon niks. Ik vertrouw ook niet. Interact with nearby. Ah, ja. Oké. Ik ga eens bellen naar die gast. Wat doet hij weer met zijn benen? Ik geloof dat niemand opneemt. Goedendag, met wie ben ik aan het praten? Rot op, ik wil niet dat je in de buurt komt hier. Ik wil dat iedereen vandaag levend hier wegkomt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat gaat lukken? Ik wil dat dat nieuws weggaat. Oké, we zullen zorgen dat de media weggaat. Oké, ik ga even on hold houden en ik ga zorgen dat die gast hier weggaat. Hij wil dat het nieuws in ieder geval weggaat. Dan gaan we dat doen. We gaan een beetje onderhandelen, toch? Goeiedag Schotel, ik ben Wim. Ja. Oké, boys, op rotten nu. Kan ik weer... Ja. Het doet niet meewerken, joh, gek. Hey, hoeveel mensen zijn daar... Oké, waar gaat het allemaal over? Dus zijn ex-roommate die komt steeds. Dus zijn huisgenoot die komt steeds terwijl dat niet meer hoort. Heb je wapens? Ja, wat gaat dat nou? Ja, wat gaat jou daar nou aan? We kunnen het best oplossen. Ja, laat die gas naar buiten hier. Wie is er allemaal nog binnen? Ik heb één iemand. Ik heb één iemand die doodgaat als ik niet krijg wat ik wil. En maar wat wil je dan? Blijf even op de lijn. Oké, ik ga wel kijken of we met haar kan praten. Hoi. Ja, ik wil camerabeelden. Dat stond daar. CCTV footage of zo. Oké, nou daar hebben we niks aan zo te zien. Nee, je stapt steeds naar achter. Oh my god, ik loop een beetje vast. Oké, je moet jezelf overgeven nu. Tel me waar je zit. Je bent omsingeld. Heeft hij opgehangen? Ja, het werkt niet. We moeten naar binnen gaan met dat AT. Hoi. Wacht. Wat gebeurt daar? Er gebeurt iets, hè? Ja, wat gaan we doen, boys? You shit me? Ik weet niet wat we gaan doen. Gaan we samen binnenvallen, Wim? Oh my god, dit gaat helemaal fout. Nee, wacht, heb ik hun nog een toestand? Ah, nee, nou. Oké, boys, we gaan maar binnenvallen, joh. Gekke werk.
Ik ben blijkbaar de leader van de squad. On my way with the squad. Luister eens vriend, ik ben hier. Ik ben waarschijnlijk met een collega aan het praten. Oké, gaan we naar binnen boys. Wajo, hey vriend! Wajo, gek! Meewerken vriend! Hey, staan blijven! AT, pak hem! Pak hem broer! Hey! Oh my god, hij rent gewoon weg! Boys, hij rent weg! Boys, waarom kan ik niks? Oh my god, ik kan niks. Nee! Oh my god, verdachte zetten om me rennen. Hij rent weg! Pak hem! Meewerken, pot non de jus. Of is het de gegijzelde? Nou, ik zit de gijzelaar nog binnen. Hoi. Wat is er gebeurd? Oh, dit is... Oh my god, we zijn weer helemaal... Wat is er gebeurd? Oh my god, oh my god. Blijf hier. Dit is de hostage. Dit is... Hij is gegijzeld. Is die verdachte nou nog binnen? Oké, doei. Dit gaat helemaal fout, boys. Die gast is nog binnen. FYI. For your information. Kom naar binnen, vriend. Staat Athene, er is nog maar één gast die achter me aanrennen. Is die zijn die andere twee dood ofzo? Had ik gewoon bijna een gijzelaar een gegijzelde neergeschoten. Goedendag, politie. Wee, jouw vriend. Hoppakee. Politie, maak jezelf bekend. Hallo. Hier niemand. Vuurlijnen. Hallo, maak jezelf bekend. Ja, niemand. Pand clear, oké. Nee, badkamer trouwens. Hallo. Jo, clear. Even... Ja, goed. Verdachte uitgeschakeld. Ga een ambulance deze kant op. Oh, nee, geen corona. Toch wel. Blijven toch wel. Oké. Stop de pet. We gaan maar reanimeren, hè. We gaan gewoon eens kijken wat we allemaal kunnen. Ik moet, ja, nogmaals, sorry, maar ik moet echt een beetje vandaag ook gaan testen wat ik allemaal kan. Ik denk dat ik... een better IMS ook maar moet installeren. Want dan kunnen we tenminste een ambulance opvragen. CPR failed. Ook hij is dood. En waarom nou? Omdat wij hem gewoon een klap op zijn bakken schaven. Kunnen we nog zijn lichaam doorzoeken? Vast wel, maar hoe doe ik dat ook weer? Nou, goed, we kunnen niks. Oké, we gaan weer naar buiten. We gaan nog even met onze baas praten. En dan gaan we maar weer door. Die, hoe noem je iemand die gegijzeld is? Een gegijzelde? Nee, gijzelaar is geloof ik degene die mensen gijzelt, hè? Hoi. Hoi. Kun je alles even vrijmaken voor me? Ik kan gewoon... Dit verdwijnt steeds. Ja, alles is vrij. Ja. Het gaat helemaal fout. Oh, wat komt daar? Kan dat het? Nou, dat is een nieuwsbusje weer. Goed. Hey, de ballen. Ik ben er vandoor. Alles opgelost. Het is helemaal veilig. Ja, alles onder controle. Goed. Hey, luister eens. We hebben deze melding gewoon vandaag gedaan. Ik ga stoppen. Denk ik. Ja, wat moeten we nog? Het is echt een beetje ja, uitvogelen nog. En ik beloof tot binnenkort dat het allemaal beter wordt. Maar nu, in ieder geval weer een LSPDVAR video. Het werkt dus wel weer allemaal. Binnenkort wat meer meldingen plugins erin. Dat we wat meer meldingen krijgen. Dat we sneller meldingen krijgen. Dat we continu meldingen krijgen. En ik ga gewoon eens in mijn vrije tijd ook een beetje aan de slag van. Oké, hoe werkt dit? Wat gebeurt er als ik op deze knop druk? Hoe handel ik deze melding af? Wat is nieuw? Wat is anders? Dat soort dingen allemaal. Dus ik heb geloof ik wel stop de pet. Dus dat zou ook betekenen dat ik nu weer gewoon, als het een beetje werkt zoals ik het gewend ben, op dubbel E kan klikken en deze meneer aanspreken. Yes, dat is zo. Dit is allemaal een beetje hetzelfde. Dat is fijn. Dus ja, we komen uiteindelijk wel weer helemaal erachter van hoe en wat. In ieder geval voor nu. Meneer, bedankt. Go on! Jullie bedankt en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat is waarschijnlijk wel de roleplay. En dan heb ik in die tijd dat die roleplay video online komt en zo wat meer mogelijkheid om
LSPD4 uit te gaan testen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!